Henk Habets, voorzitter van de Hakkers, maar eigenlijk is het ook mannetje van alles, neem ik aan. Wanneer is het er opgericht en vertel eens schitter voor de Hakkers. Nou, de Hakkers is een van de oudste clubs van de Nederlandse Tafelvoetbalbond. We zijn in 1960 al opgericht. En dat is eigenlijk begonnen in de café van mijn oma vroeger. Door de hand is die overgenomen door mijn onk en tante. En daar is dat zo'n beetje ontstaan en er zijn we zelf ook een beetje erin gerold. Oorspronkelijk begonnen in Ubersberg, bij café Het Hoogste Punt. En ja, mijn oudste broer is een van de medeoprichters van geweest in 1960. En op een gegeven moment ja, is het toch een beetje als familieclubje begonnen met neven, broer van mij. En ja, door wie is dat nu goed gegroeid dan wat het nu is. Ja. Als ik de leden lees zien van uw vereniging, dan zie ik er jongens op staan van eigenlijk alle dorpjes hier in de regio. En ik heb ook begrepen dat er nog tamelijk hoog speelt in die competitie. Vertel eens, gij over het niveau van de Hakkers. Ja, nou, afgelopen jaar is het erg succesvol geweest. We spelen eigenlijk op het hoogste niveau in Nederland. Ereafdeling van de Nederlandse Tafelvoetbalbond. Vorig jaar zijn we er ook kampioen geworden. En ja, zoals je zag, als familieclub eigenlijk begonnen, uitgegroeid, immer nog een niveau hoger, tot het allerhoogste Nederland. Ja, en daardoor is het ook naderhand natuurlijk gekomen dat er veel meer andere jongens bij komen. En niet meer als familieclub heb je het gezien, maar een verzameling eigenlijk van diverse topspelers van Nederland. Daar speelt de wekelijkse avond in het Tepke, Café Gulpen. Dat is het woensdagavond. Wie ziet zo'n avond uit? Wat doet er dan allemaal? Nou, de woensdagavond is eigenlijk de trainingsavond. Ja. Daar komen we inderdaad, ja, daar oefenen we gewoon allerhande dingen en tactieken en opstellingen. En de vrijdagavond is de traditionele competitieavond. Daar werd dus competitie gespeeld. Ja, het is voor de neutrale kijker natuurlijk gaan spreken. Ik huur over tactieken en alles. Bij een tafelvoetbal spelen, denk ze inderdaad aan zo'n ding in een café, moet ze dan vroeger een kwartje in moeten doen, nu een gulden, nu een euro. En dan kent ze gewoon het kikkeren, wat zo heet je het dan eigenlijk, een kikkerverein. Hè? Nee. Ik heb ook begrepen dat op scholen, op de middelbare scholen, stond in aulas, stond ook veel van die apparaten nu. En dat is eigenlijk bevorderlijk voor de sport, vindt ze dat ook? Zeker, dat is... Ja, dat is eigenlijk een heel positief punt. Is ook al lang niet meer eigenlijk een café-spelke wie het eigenlijk vroeger is begonnen. Kent ze een beetje vergelijken ook met dat dart, hè? Dat is ook een beetje in de kroeg begonnen zo. Maar inmiddels is het uitgegroeid door de eigen internationale sport. Want ja, omdat we ook op het hoogste niveau in Nederland spelen, zijn er ook diverse spelers van ons in het Nederlands team. En werd ook heel veel internationaal gespeeld. Toen ben ik zelf bijvoorbeeld vanaf 1995... gewoon niet veel naar buitenlandse toernooien en ben ik eigenlijk over de hele wereld al met geweest. Dutch need to win here to take it to the deciding game and they're back on terms now 3-3. Two in quick succession for the Netherlands. Stop, even voor goed op te boeien. Het is zo dat Stu nog een functie erbij has. Hey, du bist ook bondscoach, had ik begrepen, van de Nederlandse Tafelvoetbalbond. Dus de hubs eigenlijk als grote chef, wie er Guus Hiddink, dat daar bij Nederlands elftal momenteel, wist zich dat dan bij de Tafelvoetbalbond. En die hubs eigenlijk ook de opstellingen te maken. Vertel eens, Schet, wie dat allemaal werkt en wat er op het programma staat binnenkort. Nou, ja, ik ben als bondscoach eigenlijk gevraagd in 2000. Zesde eerste keer. Dat hing een beetje samen met de oprichting van de ITSF, dus een wereldbond, vergelijkbaar met de FIFA, met de veldvoetbal dan. En vanaf dat moment zijn er ook internationale landenwedstrijden, WK's, EK's en overal georganiseerd. En omdat ik al heel veel buitenlandse toernooien speelde met mijn partner Danny Jansen, toen vanaf 1994, en de ervaring houden ook de spelerscoaches en de verschillende tafels. Ja, Hans heeft mij toen als bondscoach gevraagd. En dat ben ik nog immer. Dus blijkbaar geeft er toch het goed. Ja, hey, een ganz gekke vraag eigenlijk. Als bondscoach moest je dan even nog blijven werken? Helaas wel. Het is,
sowieso qua landenwedstrijden en Nederlands team is het sowieso puur voor de eer eigenlijk. We gaan nu ook 8 april gaan vanuit Turijn, dat is ook het wereldkampioenschap weer, waarover is gisteren toevallig de loting van geweest. Het wereldwijd werd daar voor de landenwedstrijden voor de WK gespeeld, maar ook individueel dan. Nu gaan we weer terug naar de Hakkers, want dat is eigenlijk hetgene waar hij voor bij je zit. Hakkers uit Gulpen, gewone café, tafelvoetbalclub. Er zijn jongens van Gulpen bij. Kent ze ook eens het namen zeggen van jeugd wat er aan gaat komen, wat ze denkt dat het gaat worden in de toekomst, ook op internationaal gebied? Ja, zeker. Vier hebben met de Hakkers eigenlijk een hele leuke mix van ja, oude, ervaren spelers. Wie de Horst Meisters en ja, Danny Smits, Roy Starre. Maar we hebben ook weer, daar kijk ik ook altijd heen, een hele goede mix van aankomende jeugd. En wat dat betreft hebben we Yves Bierman zie je het gulpen. We hebben in Tepke nog een vereniging, namelijk het EVC Tepke. Dat is een ideale kweekvijver eigenlijk voor ons werd gezien. Ja, dat is overgeven een paar jaar geleden naar ons team voor hem de bie gepakt. Inmiddels tot het Nederlands team geschopt. En Jeffrey Swinkel, zoet heerlijk. Hetzelfde, hij is als wereldkampioen bij de junioren eigenlijk ook in die buitenlandse toernooien gerold. En ja, dan heb ik dan ook nog het topperscircuit hier ingehouden, laat ik het zeggen, op de gewone competitievriendige bij ons in de club te komen spelen. Wat is dat toch geweldig dat zo'n klein vereniging toch op zo'n niveau kan zich etaleren. Ik denk ook dat we van de Hakkers in de toekomst nog heel veel zullen gaan huren. Wil ze nog het kwijt, het speciaals? Op woensdagavond kan je dan komen kijken naar mij aan. Zeker, het zijn nog vaker jongens die wat komen met trainen. Het is een beetje nadeel dat we natuurlijk niet te veel ruimte hebben in Tepke. Kijk, onze concurrent TVC de Bekkerhoedstein, die hebben een café met wel 10 apparaten staan. Dus daar is wat meer ruimte voor te trainen en ook op die buitenlandse kasten. Maar ja, wat ik het leukste vind, dat voor de Hakkers altijd toch zo lang al bier hebben gehad. Dit is een van de oudste clubs van de Nederlandse Bond. En ja, wat het mooiste, het hoogste punt was eigenlijk dit jaar zijn voor de Champions League geweest, kampioen van Nederland. En als ze dat dan zien als dorpsclubje van Gulpen, dat ze tegen Pleug van München, Praag, ja, noem maar op, al die grote steden moest, is dat toch wel apart. En ook leuk om mee te maken natuurlijk. Henk, bedankt voor deze bijdrage en heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Het is een belangrijke bal. Ja, dit is een goed bal. Yes. Oh, goko jong. Kom op. Oh. Even meer. Ja! Ja, 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 ja! Hey! Tot zover deze uitzending. Programma's ziet u ook op onze website en op Facebook.